Nog een boodschap vanuit het zonnige Spanje. En er is wat geroezemoes om me heen. Dus ze zijn aan het bouwen daarachter. En het is niet altijd mooi weer. Ik ben hier nu zo 4 weken en ik heb slecht internet. Dus ik kan eigenlijk slecht filmpjes maken en uploaden. Dus ik dacht laat. Maar ik denk, ik kan toch natuurlijk altijd gewoon filmpjes inspreken. En als ik in Nederland ben, kan ik ze uploaden. Dus bij deze. Dankjewel voor jullie lieve reacties en echt, het doet me echt super goed, hartstikke lief. En en één ding wat ook heel keer naar voren komt is dat jullie eigenlijk zeggen van wat mooi dat je zo je kwetsbaarheid deelt. En dat wil ik eigenlijk bij deze ook doen. Ik zit een beetje te knijpen met mijn ogen vanwege het licht, maar dat is ook gewoon, hè, ik ben hier in mooie Spanje en even mijn shirtje recht doen. En het is niet altijd mooi weer en het was voor mij ook niet echt heel erg fijn hier. En een vriend van mij die zei gisteren heel mooi, die zei, ja, jij wordt keer op keer uitgedaagd in je meesterschap. En keer op keer moet jij gaan zien dat je je meesterschap eigenlijk gewoon al compleet beheerst. En ik laat me uit het lood slaan door mensen en door geweld en door mensen die allemaal zeggen dat ze het beter weten. En ik ben hier dus nu en ik ben wat aan het schrijven en ik zit een beetje ook echt in een eigen proces. En waarin ik ook merk dat afgelopen jaar had ik eigenlijk best een zwaar jaar. En ik ben bezig met mijn meesterschap, met mijn eigen talent en mijn gaven om die gewoon te delen met de wereld. En gisteren werd ik wakker en ik moest echt enorm hard huilen. En ik moest eigenlijk huilen omdat ik zoiets had van, ja, hoe lang ga ik dit nog doen met mezelf? Hoe lang ga ik nog een deel van mezelf ontkennen? En ik ging samenwerken hier met iemand in Spanje. En die samenwerken, dat was eigenlijk niet samenwerken, dat was tegenwerken. En hij wilde dingen op zijn manier, ik wilde dingen op mijn manier. Dus we kwamen eigenlijk in een ego-stuk. En hij had zoiets, nou ja, we gaan het zo doen. En ik had zoiets, nou ja, hou eens even, we gaan het niet op jouw manier doen. Ik heb ook een manier, weet je wel. Dus nou ja, twee kapiteinen op hun eigen schip, twee leiders die samen moeten komen, die samen moeten werken. En dat vraagt natuurlijk om gelijkwaardigheid. Nou, helaas is dat in dit niveau, in deze samenwerking niet gelukt. En het was pittig voor me. Ik kwam echt in stukken, weet je. Ik werd echt gezegd, nou ja, de woorden waren er van, ik vind je onveilig, ik vind je onbetrouwbaar. Ik vind dat je je afspraken niet nakomt. En dat kwam voor mij totaal out of the blue. Dat ik denk, nou, als je zegt dat je onveilig bent of dat iemand onveilig is en onbetrouwbaar, zegt dat ook heel veel over, hè, over degene die het zegt. En ik zeg het vaker in mijn filmpjes van, ja, weet je, denk niet meteen het ligt allemaal aan mij. Ik dacht dus het ligt allemaal aan mij. Hè? Het kwam gewoon persoonlijk binnen. En even, weet je, in je eigen kracht staan, voor mij in mijn eigen kracht staan, daar moet ik echt wat voor doen. En want ja, als ik me al niet zo lekker in mijn vel zit en ik was ziek, ik was in Nederland, had ik de griep en die griep had me echt goed te pakken. Ik kwam hier een beetje in de stress, een beetje in de spanning, alles gaan regelen hier. Je bent niet in je eigen veilige omgeving. En, en dan kreeg ik eigenlijk heel veel strijd. Er was iemand die ging de strijd met me aan en die was ook nog heel groot, dus wat deed ik? Ja, ik dacht, hoe moet ik nou? Ik ga niet terugvechten, ik moet gewoon mezelf zijn. Mijn uitnodiging was keer op keer gewoon zijn, hè? Mijn meesterschappen, lichamen, zijn wie ik ben. En gelukkig kon ik blijven staan, alleen deze persoon die had wel de neiging om mij elke keer weer klein te maken. Dus wat ik ook deed, dit gebeurde wel, dus ik moest wel moest overeind blijven. Hè? En ik was al niet helemaal dat ik denk, oh jee, ik ga lekker voor mezelf opkomen. Nee, het was eigenlijk van, wat gebeurt hier? Dus ik belandde echt een beetje in een overweldigendheid van, hallo, zullen we even gewoon normaal, met respect en gelijkwaardig omgaan met elkaar? Nou, we kwamen er wel. We kwamen er op onze manier wel. Maar hij en ik hebben gewoon een hele andere manier van communiceren. We hebben een andere manier van hoe we tegen dingen aankijken. We hebben een andere manier om te gaan met situaties en dingen. En ik zal niet zeggen dat zijn manier niet goed is. En hij zal niet zeggen dat mijn manier niet goed is. Maar het werkt niet samen. Samen werken wij niet. Hè, dat is niet samenwerken. Het is eigenlijk tegenwerken. En daar moeten we allebei ons best voor doen om samen te werken. Maar als iemand zegt,
ja, je bent onbetrouwbaar en je bent onveilig. Ja, ik zie dat niet. Hè? Dus hoe kunnen we dan samenwerken als ik zoiets heb van, joh, maar ik... Ja, ik bied een compleet veilige setting. En, maar ja, als de veiligheid die ik aanbied... Als de veiligheid die ik aanbied dus onveilig is voor iemand... Ja, dan heeft dat tijd nodig voordat je daarin samenkomt. Nou ja, dus het was enorm voor mij... opladen. Emotioneel zat ik echt een beetje in... wow, wat gebeurt me hier? Ik moest het huis uit. Ik moest los weg van de groep. Ik moest uit mijn veilige omgeving. Hij zei, ik wil dat je even weggaat. Nou, vond ik eigenlijk prima, want er was geen ruimte voor mij in hier om het op mijn manier te doen. Ik kon niet mezelf zijn, ik kon niet bij mijn eigen waarde blijven. Ik kon niet, ja, in mijn eigen kracht staan in de situatie die er was. En dat is natuurlijk wel, dat is een uitdaging. En als iemand je daar die ruimte voor geeft, ja, dan is dat fijn. Maar dus het was echt zoeken voor mij. Dus ja, niet makkelijk. Dus de afgelopen week was het ook, mezelf weer herpakken en... Ben ik in zo'n mooi land en het was niet altijd mooi weer ook. Het was gewoon ook echt veel wind. En ja, dan zit je hier met je vest aan terwijl je denkt, nou, ik wil lekker in de zon zitten zoals nu, weet je. Lekker, het is lekker weer in de zon. En je voeden, ik wilde mezelf voeden in de warmte, in de aandacht, in de liefde. En dat heb ik eigenlijk zo nodig, want ik verlies mezelf af en toe een beetje in veel moeten, in veel willen. In veel, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. En... Zeker als ik zo in mijn passie zit en in mijn drive zit, dan wil ik te veel. Maar doordat ik te veel wil, ga ik niks doen. Dus het is wel mooi deze dag. Ik ben wat aan het schrijven en vanmorgen voelde ik echt van, ik slaap slecht. En toen zei ik van, joh, waarom slaap ik zo slecht? En mijn ziel die zei, je luistert niet. Toen dacht ik, oké, wat wil je dat ik doe dat? Dus ik ben gaan zitten, ik heb mijn altaar ben ik gaan opbouwen hier. Ik ben gaan mediteren, ik ben lekker mantra's gaan zingen. Ik ben mijn yoga practice gaan doen. En volledig in verbinding met mijn tempo, met mijn... Ja, dat ik dacht, oké, ik moet luisteren naar mezelf. Ik luister dus niet goed genoeg. En dan voel ik ook dat ik die ruimte die ik mezelf moet geven, die heb ik echt nodig. Ik heb echt ritme nodig. Ik heb echt structuur nodig. Want anders verval ik een beetje in, ja, dan heb ik geen overzicht. En ik heb wel dat overzicht nodig. En om je meesterschap te belichamen, dat is gewoon vallen en opstaan. En ook voor mij. En dat mag ik ook echt toegeven. En ik mag het ook aan mezelf toegeven. Van joh, weet je, dat ik zeg sluizer, Manisha, van joh, ja, het is oké. Het is oké dat je af en toe gewoon de weg kwijt bent. En ja, dat ik het moeilijk vind om mezelf weer even te zeggen, oké, kom op, weet je. Want het is teleurstelling na teleurstelling na teleurstelling na teleurstelling. En mensen die me maar aanvallen, mensen die me maar aanvallen. Pff, en dan denk ik echt, jongens. Dus gisteren werd ik wakker na mijn haalbui. En dat ik ook heel duidelijk zei van, joh, ik ben hier gewoon... Ik wil gewoon liefde brengen. Ik wil gewoon de boodschap van liefde brengen. Ik ben een voertuig van energie. Ik ben verbonden met die ziel. En hou toch eens op om mij zo eng te vinden. Hou toch eens op om mij zo aan te vallen. Hou toch eens op. En dan zeg ik tegen mezelf, hou toch eens op om dat zo persoonlijk te pakken. Het zegt alles over hun. En nee, ik vind het niet leuk om het geweld over me heen te krijgen. Echt niet. Maar daarvoor ben ik hier. Om die boodschappen te geven. En de mensen die niet naar me willen luisteren, luister alsjeblieft niet naar me. En als je wel naar me wil luisteren, laten we dit samen doen. Want ik weet dat jij dit ook snapt. Ik weet dat jij hier ook tegenaan loopt. En ja, weet je, het is aan ons om in die gelijkwaardigheid te stappen. In het respect met elkaar. En als nieuwe leiders deze wereld te gaan leiden. En de mensen die het niet begrijpen. En dus die gewelddadig communiceren en manipuleren en mishandelen. Ja, het is gewoon aan ons om de boodschap te blijven communiceren en ons niet te laten tegenhouden en door de tegenslagen die we krijgen. En geloof me, mensen proberen me alleen maar stuk te maken en tegen te werken, om het maar even zo te zeggen. En het is aan mij om te blijven staan. Ik denk, ja, ik geloof niet in jouw manier van samenwerken, om het zo maar te zeggen. Ik geloof dat in verbinding, gelijkwaardig, respect, om te kijken van, oké, wat kan jij goed... Laten we dat vergroten. Wat kan ik goed? Laten we dat vergroten. En laten we op die manier met elkaar samenwerken. Maar het gaat over verbinding. Het gaat over samen. Het gaat over voelen. Het gaat over energie. En als je geen bewustzijn hebt op voelen. En als je geen bewustzijn hebt in energie. Ja, dan wordt het ingewikkeld voor mij om samen te werken. Want ja, dat is waar ik me mee verbind. Ik verbind me met gevoel. Ik verbind me met energie. Dat is...
Dat is mijn talent, dat is mijn kracht, daar ben ik gewoon mee geboren. En als mensen dat gaan ontkennen in mij en gaan zeggen dat dat onzin is, dan ontken je mijn hele bestaansrecht. Dan ontken je gewoon alles wie ik ben. Ja, en het is dus aan mij om niet meer in te trappen. Zo van, ja, jullie kunnen wel denken dat ik uit mijn nek zit te lullen. Ja, maar dat zegt zoveel over jou. En ik voel dat ik communiceer vanuit mijn waarheid, vanuit liefde, vanuit verbinding. En ja, ik heb maar één boodschap. Laten wij deze nieuwe aarde liefde brengen. We hebben onvoorwaardelijke liefde nodig. En wij zijn hier op aarde om die onvoorwaardelijke liefde weer te gaan leren kennen. En die onvoorwaardelijke liefde die ik heb voor mezelf, die onvoorwaardelijke liefde die ik heb voor iedereen. En als iemand dus zo lelijk tegen me doet, dat ik daar gewoon in onvoorwaardelijke liefde kan blijven. En dat ik niet mezelf klein hoef te maken, dat ik niet terug hoef te schreeuwen, dat ik niet maar van mijn pad laat raken. Dat ik denk, jeetje, wat, hè? Ho, ho. En dat ik gewoon kan zeggen, oké, wacht even, waar gaat dit over? We hebben het over liefde, toch? Dit is even geen liefde. En dat ik dat kan terugkoppelen. Maar ik verviel in, oké, ik hou mijn mond maar. Oké, ik zeg niks meer. En ja, ik moest mezelf herpakken van dat ik mezelf een beetje in de steek liet. Dat ik mezelf een beetje verliet. En dat ik mezelf misschien een beetje tekort deed door een tekort doe. Door niet in mijn ritme te blijven. Niet mijn structuur aan te bieden. Niet in mijn practice te blijven. Niet mijn eigen oefeningen doe. En daar heb ik mezelf dan een beetje pijn mee gedaan. En dat is aan mij om mezelf daar weer in te vergeven, hè? Ik vergeef mezelf als ik mezelf onbewust of bewust pijn heb gedaan of gekwetst. En daarmee te zijn, met die pijn te zijn, met dat ongemak te zijn, met die chaos, met de onrust. Van pff, niet leuk, niet leuk, niet leuk. Nou, gelukkig kan ik dan gewoon lekker huilen en kan ik praten met mensen. En kan ik dat volledig delen en mag ik er laten zijn. En als de energie in mijn lichaam blokkeert, dat ik daar gewoon aan ga werken. Nou ja, dus even een persoonlijk stukje. Want ik denk, ja, dit is er ook, weet je. En ik denk, hoe kunnen we in gelijkwaardigheid stappen? En dat is voor mij ook om mezelf te laten zien daarin. Om ook te laten zien dat ik het ook allemaal niet weet. En dat ik ook terugval. En ja, weet je, ik heb zelf teachers die dat ook allemaal delen. En dan denk ik echt, er is geen groter goed dan onze kwetsbaarheid te laten zien. Er is geen groter goed om te laten zien van, ik bedoel, 1, ik ben sterfelijk. 2, als ik heel hard val, dan breek ik ook iets. En ik ben ook aan het leren in dit leven om, zoals ik zei, mooi mijn meesterschap te omarmen. Te gaan staan en te durven staan voor mijn boodschap. En op de een of andere manier is dat heel erg. Maar vinden we dat zo spannend en zo eng om te gaan staan voor onszelf. En dat gaat gewoon met vallen en opstaan. En in mijn leven ook veel teleurstellingen. Ik wil zoveel. Ik wil die liefde om me heen. En ik heb keer op keer eigenlijk ook de deur in mijn neus geslagen. De deur in mijn gezicht wordt dichtgeslagen, laat ik dat maar even zeggen. Maar goed, dus weten, het is niet altijd mooi weer. En ook al zit ik hier fantastisch in de zon op deze fantastische plek, ik kan stiekem ook niet wachten om weer lekker thuis te zijn. Maar het goede nieuws is, ik heb mijn verbinding met mezelf weer gevonden. En die boodschappen die ik van binnen heb, wordt echt tijd dat ik ze groter ga delen. Dus wish me luck. Nou, niets dan support. Hè. Maar het belangrijkste is dat ik in mezelf geloof. En dat ik vertrouw in de tijd die mij gegeven is. En dat ik het op mijn eigen tijd en tempo mag doen. Yes? Dus ik gun het jou ook, dat jij jezelf gaat accepteren, jezelf gaat vergeven voor als je zelf even niet lief bent voor jezelf af en toe. Vastzit in hersenspinsels, vastzit in gevoel, in angst, is oké. Maar ga ermee zijn. Ga ermee zijn, duw het niet weg. Ga ermee zijn en accepteer het en erken het. Dat is gewoon de belangrijkste stap, erken dat het er is. En dan kunnen we dan stap 2 gaan kijken van hoe kan ik het liefde geven? Hoe kan ik mijn licht erop schijnen? Net als een bloem die is droog is, die heeft water nodig. Moet je water geven. Aandacht, liefde, warmte. Aandacht, liefde, warmte en vertrouwen. Nou, ik geniet nog even van mijn dagen en van de rust die ik voel van binnen. Die is er eindelijk weer. Die was er echt niet. Dat was een chaos. Ja, het was eventjes zoeken en maar goed.
mooie bergen achter me. Dus ik voel die kracht weer van binnen. Yes. Nou, tot gauw. Waarschijnlijk vanuit Nederland. En misschien neem ik hier nog wat op. Maar je hoort van me. Veel liefs. Bye bye.